We wisten dat dit afscheidsmoment vandaag zou komen. Want zowel, en Jaap heeft het net gezegd, in de richting van de CDK als in de richting van uw raad ben ik er steeds glashelder over geweest. Op 1 juli, en dat was voor mij ook redelijk essentieel in die termijnbepaling, kan Den Haag weer een gewone kroonbenoemde burgemeester hebben en ben ik weer weg. Dank aan de commissaris, dank aan de vertrouwenscommissie en dank aan uw raad dat dit ook daadwerkelijk mogelijk is gemaakt. Uit vorige functies kende ik deze stad achter de duinen al wel. Maar vooral vanuit het perspectief van het Binnenhof en niet vanuit het perspectief van het Haagse gemeentebestuur en vanuit de haarvaten van de Haagse samenleving. In de aanloop naar mijn benoeming als waarnemend burgemeester op 11 oktober vorig jaar was het Haagse gemeentebestuur echter geconfronteerd met een ongekende turbulentie. Een inval bij twee Haagse wethouders, de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling 18-19, een collegecrisis, een afgetreden burgemeester en een lek uit het gesprek van de fractievoorzitters met de commissaris. Schokkende ervaringen in de raad, in het college, in het stadhuis en bovenal ook in de stad. Maar ik merkte direct ook een sterke wil om de blik op de toekomst te richten. Orde op zaken te stellen en stevige stappen vooruit te zetten. En daar zijn we de afgelopen maanden dan ook met elkaar mee aan de slag gegaan. Er is al aan gerefereerd. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst met uw gemeenteraad op 11 oktober heb ik 3 prioriteiten genoemd. Openbare orde en veiligheid, integriteit en het functioneren van de raad. Op het terrein van openbare orde en veiligheid heb ik de afgelopen maanden vele hoogtepunten mogen meemaken. Boeren protesten, protesten van bouwers, demonstranten voor een beter klimaatbeleid, demonstranten tegen racisme met als belangrijke voorwaarde de 1,5 meter, tot en met vorige week en afgelopen zondag de demonstranten tegen de coronamaatregelen en alles wat zich daarbij en ook daartussen voegde. Den Haag, hart van de democratie, is gewend aan demonstraties en heeft de nodige ervaring met het begeleiden daarvan. Maar deze waren qua omvang en opzet toch soms van een andere orde. En dankzij de inzet van velen, in het bijzonder de politie en een enkele keer de hulp van Defensie, kon alles in goede banen worden geleid. De gesprekken over de toekomst van de vreugdevuren met uw raad, met het college en met de hulpdiensten. De ervaringen van de jongste jaarwisseling met beelden waar je niet vrolijk van werd, terwijl dat toch in de kern feestelijk moet zijn. Deze ervaringen hebben mij diep doen beseffen dat Den Haag zich gelukkig mag prijzen met een uitermate professioneel en gemotiveerd opererend politie- en brandweerkorps. Wees daar zuinig op. Dat is mij natuurlijk ook gebleken in het functioneren van het bestuurlijk crisisbestel onder corona-omstandigheden. Vanaf 30 maart. Van de ene noodverordening naar de andere in de grip 4 situatie met wekelijkse bijeenkomsten van het regionaal beleidsteam en het veiligheidsberaad. Mijn collega's in beide gremia ben ik erkentelijk voor de constructieve samenwerking en de eensgezinde bereidheid om gezamenlijk te landen.
het als plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio maandenlang acteren op basis van noodverordeningen in de grip 4 situatie is voor ons land uniek en aan veel discussie onderhevig. In het spanningsveld tussen het dienen van de volksgezondheid, het inperken van burgerlijke vrijheden en het democratisch functioneren van onze rechtsstaat. In dat spanningsveld is voor mij echter overduidelijk dat in een pandemieachtige crisissituatie, linksom of rechtsom, een vorm van tijdelijke centralisatie onontkoombaar is. Gelukkig zijn de maatregelen inmiddels weer grotendeels teruggedraaid. Maar laat iedereen, we hoeven maar naar een aantal andere landen te kijken, echter beseffen dat COVID-19 niet weg is. En ook in onze stad een groot aantal slachtoffers heeft geëist. Hulde voor de tomeloze inzet van de medewerkers van de GGD, ambulancedienst, ziekenhuizen, verpleeghuizen en de vele anderen om zoveel mogelijk ellende te voorkomen en te verzachten. Wat hartverwarmend was om te zien, ook in Den Haag ontstonden allerlei mooie initiatieven om elkaar te helpen en vooral ouderen en hulpbehoevende stadsgenoten te ondersteunen. Toch zal iedereen ook goed moeten beseffen dat de sociaal-economische effecten die deze crisis heeft nog lang merkbaar zullen zijn. En vooral in wijken die toch al kwetsbaar waren, veel aandacht van het bestuur zullen vragen. Een diep menselijk drama voltrok zich op 11 mei voor de kust van Scheveningen, waar 5 surfers om het leven kwamen. Ook daar hebben onze hulpdiensten en de KNRM zich van hun beste zijde laten zien. Onderwerpen die voor de Raad de komende jaren, want dat is niet in een handomdraai gefixt, veel aandacht zullen blijven vragen, zijn radicalisering en ondermijning. Op dat pad zijn de afgelopen maanden stappen gezet en met uw raad besproken, maar dat pad is nog lang niet afgelegd. Dat geldt ook voor dat andere belangrijke thema. Het borgen van integere besluitvorming door een integere organisatie. Politiek, de raad, het bestuur, het college en de ambtelijke organisatie. En dat ook in onderlinge wisselwerking. En dan gaat het om verdere verbetering van de ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen. Een open, en dat is dus iets anders dan openbaarheid van alles, en veilige organisatie met een goede meldcultuur, een cultuur ook van veilige politieke en ambtelijke tegenspraak zonder zonnekoningengedrag. Gedragscodes moeten meer zijn dan dood papier, maar voertuigen om met elkaar het gesprek over dilemma's aan te gaan. Ten slotte het functioneren van de Raad. Ik zal mij bij dit scheiden van de markt onthouden van specifieke opmerkingen. U kunt er ten slotte niet over in debat gaan. En voor schoolmeester ben ik ook niet in de wieg gelegd. Mijn opvattingen zijn ook genoegzaam bekend en in de kern neergelegd in mijn overpeinzingen onder de kerstboom. En over die thema's hebben we, het werd al genoemd, hebben we eind januari een goede raadsdag met elkaar gehad. Wel wil ik nog 1 centraal punt benoemen. De Raad moet rolvast opereren. 1. Als kadersteller en niet op de stoel van het uitvoerende bestuur willen gaan zitten, wat overigens ook in dat andere Den Haag ook een te veel
voorkomend verschijnsel is. En neem die slechte gewoonte niet over. 2. Als volksvertegenwoordigend orgaan waar het politieke debat op hoofdlijnen wordt gevoerd. Zonder twijfel te zaaien aan de bedoelingen van de ander en zonder verdachtmakingen op een respectvolle manier naar elkaar toe en naar de bevolking toe. 3. Als controleur van het college. Wees daarbij kritisch. Probeer ook de verhouding coalitie-oppositie te doorbreken waar dat kan en koester de gemeentelijke organisatie. De 9000 medewerkers die zich onder leiding van de gemeentesecretaris en het GMT dag in dag uit uitsloven voor de Haagse samenleving en voor het op een goede wijze bedienen van uw raad. En dat als hoeder van het algemeen belang. Ik wens u bij een effectieve invulling van die rollen behouden vaart, pas goed op deze mooie stad van vrede en recht en pas ook goed op uw nieuwe kapitein. Dames en heren, ik rond af. Het waren dus allerminst saaie maanden die ik hier in Den Haag heb mogen meemaken. Er kwamen iets meer uitdagingen op mijn pad dan ik vooraf had ingeschat. Het was, zoals gezegd, een boeiend avontuur waarvan ik geen enkele spijt heb dat ik het ben aangegaan. Ik had het niet willen missen. Ik had nooit gedroomd dat ik Sinterklaas nog een keer in mijn leven mocht ontvangen op Scheveningen. En ik dank de commissaris, de fractievoorzitters en het college dan ook voor het in mij gestelde vertrouwen. Chris, dank voor je mooie woorden. Ik heb het, en dat weet je, ook altijd zeer op prijs gesteld als ik behoefte had om even wat spiritualiteit naar binnen te zuigen. Dat jij bereid was om even die voorzittershamer over te geven. En ook overigens heb ik kunnen waarnemen in het presidium ben jij een voortreffelijk voorzitter. Jaap. Ja, je hebt gezegd, we kennen elkaar inderdaad al wat langer. We kennen elkaar al geruime tijd. Maar ook in jouw richting zeg ik, want dat heb jij wel geproefd. Ik was aanvankelijk wat aarzelend. Ik ben hartstikke blij dat je mij gevraagd hebt voor deze uitdaging en dat je dat vertrouwen in mij hebt gesteld. Daarvoor bijzonder veel dank. Ja, Boudewijn. Het college is natuurlijk een avontuur in zich. En ik heb jullie bij een andere gelegenheid gezegd dat de vraag die ik ter voorbereiding van een jaarlijkse evaluatiedag altijd aan mijn toenmalige dagelijks bestuurder stelde, dat was de vraag, ga je altijd met plezier naar het college, iedere dinsdag? En die vraag heb ik mijzelf ook gesteld hier. En het antwoord op die vraag voor mijzelf is zonder enig voorbehoud altijd ja geweest. Het waren soms lastige discussies. Hebben we afgelopen maandag tijdens de retraite ook nog ervaren. Maar die discussies werden wel gevoerd vanuit de notie dat het college toch ook samen ergens moet landen. En Boudewijn, ik ben achter mijn rug om gebeuren natuurlijk allerlei verkeerde dingen. Maar ik ben diep onder de indruk van het besluit wat jullie genomen hebben. Zeer veel dank in de richting van het college. En ik zal proberen om dat ook met waardigheid, dat ereburgerschap van Den Haag, dat ook met waardigheid te vervullen. Indachtig aan de mooie maanden die ik hier heb gehad. Mijn dank
gaat uit naar iedereen waarmee ik de afgelopen maanden heb samengewerkt en mij terzijde heeft gestaan. Sommigen heb ik al persoonlijk kunnen bedanken. Dat geldt ook voor de leden van het college. U, de leden van de Raad, het presidium en natuurlijk de griffier en haar team dank ik vanaf deze plek. En in de richting van de Nestor van de Raad, beste Joris, dank nog voor de vriendelijke woorden van gisteravond. Jij stelde de vraag, wat is het? Het kan toch niet alleen je Groningse nuchterheid zijn. Zijn het dan zijn geestverruimende verslavingen? Joris, dat laatste is het zeker niet. Dat eerste is het wel een beetje. Maar ik denk dat er twee elementen bijkomen. Het eerste element is dat als basishouding een kritisch vertrouwen met een streep onder vertrouwen voor het functioneren van een bestuurder essentieel is. En het tweede element, en het is al genoemd, als bestuurder heb ik altijd geprobeerd mij een stevige dosis onverstoorbaarheid eigen te maken. Er waren overigens, zeg ik er maar bij, enkele momenten met uw raad dat mij dat niet helemaal is gelukt. Nogmaals bedankt voor de samenwerking met de raad. Veel dank ook aan de mensen van de facilitaire dienst die mij zelfs met teams hebben leren werken en vergaderen. En een burgemeester, leden van de raad, is niets zonder gemeentesecretaris. En ik had het voorrecht er twee te mogen meemaken. Dieneke ten Hoorn-Boer en Ilma Merks. Grote dank aan beiden. Velen uit de ambtelijke organisatie hebben mij voorzien van waardevolle adviezen. Ik kan hen hier helaas niet allemaal noemen. Maar ik wil één uitzondering maken. En wel voor de directeur veiligheid, Hans van der Vet en zijn medewerkers. Die bijvoorbeeld rond de grote demonstraties, de jaarwisseling en op het dossier van de vreugdevuren heel veel werk hebben verzet. Een fantastische club. Binnen en buiten dit stadhuis heb ik veel mensen ontmoet die, hoe kritisch zij ook konden zijn, een grote liefde koesteren voor deze stad. Voor de stad van vrede en recht. De stad van veen en zand. Met grote sociaal, culturele en economische verschillen. De stad met het kloppende hart van de parlementaire democratie en van de provinciale en de rijksoverheid. Jan, wij kennen elkaar al lang. En ik heb er het volste vertrouwen in dat jij die stad zult dienen als een prima burgemeester voor alle Hagenaars en Hagenezen. En ik wens jou daarbij heel veel succes. Ja, en voor mij als passant geldt, en ik zeg het Arjen Robben na, met een gerust hart terug naar Groningen. Terug naar mijn vrouw Nicolette, die mij de afgelopen maanden weer te vaak moest missen. Het ga u allen goed, ik heb gezegd.